Mevrouw, u heeft de kleine meegenomen? Ja, dat doe ik meestal. Of meestal gaat de broertje mee. Dat is een ondeugd, zo'n bruintje. Ik noem dat een Turkie. En, maar dan krijgen ze jaloezie dat die ander altijd mee mag. Dus zodoende mocht zij vandaag mee. Ik heb ook een popje, dat is echt meer een mongooltje. Dat is gewoon weer vertederend. Dan denk je van, iedereen laat hem liggen. Want ze ziet er niet zo mooi uit, want ze is een ander uiterlijk. Maar dat is toch wel weer mooi. U heeft zich echt ontfermd over een gehandicapte pop. Eigenlijk wel. Zo kan je het ook zien. Die poppen, die zeggen niks terug. Ze hebben altijd gelijk. Waar komt uw passie voor deze poppen vandaan? Verdrietsverwerking van het niet meer krijgen of kunnen krijgen van een kindje. En daar zo lang mee heb moeten lopen. En zo graag nog een kindje wilde hebben. En toen ben ik aan de poppen maken begonnen. Nou, van het een kwam het ander. Ik had vroeger anorexia en door de baby's te maken ben ik er weer helemaal bovenop. Dus ja, liefde voor baby's. Vroeger toen ik nog werkte en dan heb je wel eens een zenuwachtige dag gehad. En dan zette ik zo'n maxi-cosi naast me met een slapende kop erin. Nou, daar ben je gewoon rustig van. Ik kan mij er echt in terugvinden als ik het wat moeilijk heb. Nou, dan neem ik toch een van mijn kinderen op. Ja, je voelt je terug, mama. Je hebt het kunnen knuffelen, je hebt er alles mee kunnen doen. En dan kan je het makkelijker voor je afzetten. Houdt ze meer van u of van die poppen? Nou, ik denk van de poppen. Dus ja, dit is een tijd geleden dat het andersom was.